beste kijkers van Loes. Hier zijn we weer, op deze zondag in december, met All You Need Is Loes. En we gaan het weer opnemen vandaag. We hebben een aantal maanden geleden zijn we al begonnen met mensen te vragen of ze een mailtje wilden sturen, een brief wilden schrijven, waarvan u denkt van nou, die verdient wel eens een bloemetje. U weet het, we hebben het al een aantal jaren gedaan, dus ik weet een klein beetje hoe het in zijn werk gaat. En we hebben een twaalftal brieven, mails binnengekregen en die willen we heel graag vandaag gaan overhandigen, die bloemen. We hebben een paar hele mooie erbij zitten, een paar emotionele brieven hebben erbij zitten, dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen vandaag. Ik ben natuurlijk niet alleen, zoals alle kijkers van Loes weten. Harry. Ja, dank u wel. Leuk dat je er weer bij bent. Ja, dank u wel. Heel goed. Als chauffeur. Als chauffeur, we gaan er weer een hele leuke, mooie dag van maken. Ik denk dat we heel veel mensen vandaag blij gaan maken met een heel mooi bouquet bloemen van Hooiman uit Vught. Ja, ik hoor het. Ja, dat gaan we zeker doen. Tenminste, jawel, gaat gewoon goed komen. Dat gaat lukken. Zeker weten. We hebben zelfs een brief uit Haren gekregen en een brief uit Helvoort. In Haren gaan we zo meteen beginnen en de rest gaan we ook in Est natuurlijk een aantal mensen weer verrassen met een heel mooi bouquet bloemen. Ja, nou, moet kijken. Dat moet toch wel lukken. Ik wil zeggen, mijn zoon een auto. We hebben weer een mooie auto. Ieder jaar hebben we natuurlijk iets anders. We zijn inderdaad, ik heb vorig jaar wat ook al gezegd, begonnen met een boldenkar. En vorig jaar hadden we natuurlijk een hele mooie Rolls, zoals jullie wellicht nog wel weten. Ja, dus, en dit jaar hebben we weer een andere. Een Rolls-wagen, een Touareg. Ook niet de minste, laat zo maar even zeggen. Nee. Beschikbaar gesteld door Erik Pijnenburg uit Oorschot. Ja. Nou, misschien kijken. Dus wat dat betreft, waar rij je bij klasse vandaag? We hebben bloemen. Kunnen we stellen. We hebben vervoer. Ja, ik heb een chauffeur. Ja, dank. De cameraman is erbij. Ik Chris zeggen, natuurlijk niet te vergeten. Misschien kijken wat hier allemaal al en hele mooie bloemen. We zullen eens even eentje... Ja, doe maar. Dat is echt mooi te zien. Ja, lukt het. Kijk eens. Hele mooie bouquet hebben we weer. En we gaan dus een aantal mensen vandaag... blij maken met zo'n bouquet bloemen. En ik denk Harry, dat we onderweg gaan naar Haren. Want we beginnen in Haren vandaag. Best. En we zullen eens kijken of er iemand is. Het is een hele mooie mail die we gekregen hebben. En ik denk zeker dat die met zo voor de kerst heel goed van pas komt. Ja. Ja? Altijd. Zullen we ervoor gaan? Helemaal. Ik wens u allemaal vast heel veel kijkplezier. We hebben er zin in. En naar Haren. Zo. Ja. Ja? Gaan we mee. Plattegrond van Haren. Dan zullen we eens even kijken waar we moeten zijn ergens. Want in Haren zijn we niet veel bekend, Harry, hè? Nee, anders wordt het al uren zoeken. En, ja. Dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. We zullen eens even gaan kijken. Ja. Nou, hier zijn we in Haren aangekomen. Beste kijkers van Loes. Ik heb hier de brief in mijn handen. En we gaan even kijken waar we moeten zijn. Want in Haren zijn we natuurlijk niet heel erg bekend. Maar het is op de driehoekweg in Haren. Kom Harry. We zullen even gaan kijken. Dat is Helvoort, dit is Haren. Eens even kijken. Die bevindt zich hier. Ah, moet je kijken. Nou, dan kan het niet heel ver uit. Oh, wacht even. Hé, moet je kijken. Waar maar dan vlug zin. Hier zo. Driehoekweg. Oh, dan hadden we de kruising daar zo rechtom. Ik heb een hele lieve brief gekregen. Van de dochter van mevrouw Brok. En ik heb hem hierbij. We zullen eens even kijken of ze thuis is. En even uitleggen waar we van zijn. En wat we komen doen natuurlijk. Ik hoop dat ze thuis is. Want het zou zonde zijn als ze... Jawel. Dus, hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is het. Ik ben mevrouw Brok. Ja, dat klopt. Hi. Ik ben Astrid. Ik weet niet of u mij herkent. Nee. Of u mij kent. Nee, ik denk het niet. Nee. Nou, wij zijn van de TVS. Van Loes. Ja. En we zijn een programma aan het maken. All You Need Is Loes. Ja. En dat is iemand in uw omgeving die vindt dat u een bloemetje heeft verdiend. Die bloem heb ik bij. Ik heb ook de brief bij. Zou we even binnen mogen komen? Tuurlijk. Ja? Kom maar heen. Nou, we zijn binnen aangekomen.
Mm-hmm. Ik heb hier een brief in mijn handen en die hebben we gekregen van iemand. En die wil ik heel graag even voorlezen. Oké. Is dat goed? Ja. U mag hem ook zelf voorlezen als u wil. Nee, lees ik wil hem ook voor. Voorlezen. Oké. Hallo. Via deze weg wil ik graag mijn moeder aanmelden voor All You Need Is Loes. Ze is al 5 jaar mijn steun en toeverlaat. De tijd is mijn vader, haar man, plotseling gestorven aan een hartstilstand. Ik zelf zat midden in een scheiding. Mijn ex-man liet mij in die periode achter met 3 kinderen van 2, 4 en 6 jaar oud. En heeft er daarna niet meer naar omgekeken. Wat betekent dat ik 24 uur zorg heb voor de kinderen. Financieel is het geen vetpot, dus werk ik in het ziekenhuis. Bij avond, in de nacht en de weekenden zorgt mijn moeder voor mijn kinderen. En doet daarnaast ook nog vaak een wasje draaien, de strijk wegwerken of het huis poetsen. Tegenwoordig werk ik alleen nog overdag, maar mijn moeder heeft dit 5 jaar gedaan. Daarnaast is ze een therapeute voor de kinderen, een oppas en een hele lieve oma. Ook zorgt ze af en toe voor de kinderen van mijn zus en doet ze vrijwilligerswerk op het bejaardentehuis. Klopt allemaal, ja. Nou, het is een goed mens die verdient een aardigheidje met de kerst, wat toch een lastige tijd is voor de alleenstaande oudere mens. Van Jacqueline dus. Ja, toch? Dat dacht ik. Ja, dus deze van Bloemen is helemaal voor u. Mooi hoor. Als dank voor alles wat u voor haar, wat u voor haar doet. Heel mooi. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Dus jij mag Jacqueline ervoor bedanken. Ja, dat is wel heel leuk. Wij vinden het superleuk dat ze, dat ze wilde doen. Dat ze ons een brief heeft gestuurd uiteraard. Ja. En dat ze de moeder op dit manier op dit moment zo in het zonnetje wil zetten. Heel fijn. Ja? Dankjewel. Dan wil ik wel allemaal hele fijne kerstwens alvast. Want het is dan toch bijna kerst. Jullie en alvast de beste wensen voor het volgend jaar. Dankjewel. En dan gaan wij dan gaan we weer op pad naar het volgende. Dus dan maak ze koffie. Ik denk dat wij door moeten, want we hebben een paar bossen meer weg te brengen. Okay. En we hebben nog een lange dag te gaan. Ja. Ja, maar geniet van de bloemen in ieder geval. Ja, dat en dus Jacqueline de groeten, want ik heb ze alleen maar via de sms heb ik contact met haar gehad en via de brief. Dus ja? Doe je. Doe ze de groeten. Doei. En groet jullie ook. Fijne zondag. Ja. Dankjewel. En geniet van de bloemen. Heel fijne kerst. Heel hartelijk dank en heel fijn. Nou, dankjewel hè. Oké, dankjewel. Doei. Doei. Zo, dit was mevrouw Brok in Haren. Harry, we hebben al iemand helemaal gelukkig gemaakt met een mooi bouquet bloemen. Hartstikke fijn. We stappen weer in onze mooie bolide en dan gaan we, dan gaan we naar de S. Nou, keurig. Goed, naar de volgende. Naar de volgende. Gaan we mee. Zo, Harry, nummer 2 en nummer 3. Nou, dat is toch mooi? Zeker. Zo, hier zijn we in Es aangekomen. En deze keer gaan we naar familie van de Zanden. En die kant op nummer 9. We hebben er 2 voor 1, zeg maar. Kan ook, hè? Eerst kijken of Sjaan thuis is en Karel. Zo, want ze droppen nog wel. Nou, dankjewel. Goed. Dankjewel, hè. Nou, het is zo. Dat het is om weer een mooie bloemen in ontvangst te nemen. En deze keer is die van, even kijken, door de buren. Maria. Ja, ook Sjaan is thuis. Of in ieder geval iemand. Oh. Lukt het? Ja, nu gaat niet helemaal open, denk ik. Ja, het gaat open, zeg maar. Hey, Sjaan. Hoi. Ja, leg hem maar eens even weg. Ik kom een mooi boeket bloemen brengen voor jou en voor Karel. Voor Karel ook? Ja, voor jullie allebei. Hoek die ook goed gedaan. Ja, doe maar even, want dan doe ik het even voorlezen. Karel. Hey, voor jou ook. Ja, het is voor hen allebei, hè? Tenslotte. Ja. Toch? Ja, voor jou ook, ja. Dag Karel. Hoi. Ja, ik heb een. Wij zijn het programma All You Need Is Loes aan het opnemen. Wel bekend bij jullie. Ja. En ik heb ook een mooi mail gehad voor jullie. Oh. Dus ik ga de bloemen vast overhandigen. Nou. Dankjewel. Dan zal ik me even voorlezen. Enig idee van wie het zou kunnen zijn?
Misschien van onze Kees. Misschien van onze Kees, maar... Ik zal even voorlezen, ja? Graag zie ik mijn buren, Greet en Harry van Grinsven en Sjaan en Karen van der Zanden in aanmerking komen voor een bloemetje. Het zijn er dus van één voor twee mensen. Van Maya's dan. Ze staan al 5 jaar voor ons klaar en als we niet thuis zijn, nemen ze voor ons altijd de pakketjes aan. Dit gebeurt vaak omdat we een eigen zaak hebben. Als we een bloemetje brengen, dan graag naar alle tweede families. Want ik kan niet kiezen, ze staan allebei voor ons klaar. Dan van de buren, van Maya's en David. Ja. Dankjewel. En ze konden kiezen, dus nou, bij deze de bloemen voor jullie en de bloemen voor Greet die we zo meteen weg gaan brengen. Dankjewel. Goed, ja, bedankt Maria zou ik zeggen. Ik en zal ik denk dat ze wil dat ze nog graag van jullie diensten gebruik wil maken. Tenminste, dat begrijp ik. Daar weten ze wel dat ze dat kunnen. Komen. Ja? Ja. Nou, geniet van de bloemen, hele fijne kerst. Ja. En een gelukkig nieuwjaar alvast. Ja. Succes. Goed, dan gaan we weer verder. Prima. Succes met het programma. Dankjewel, hè. Ja. Oké, dankjewel. Hoi, doei. Aangekomen. Want ook voor hun heb ik een mooi pakket bloemen namens de buurvrouw. Voor alle goede zorgen. Ik hoop dat ze thuis zijn. Want dat is natuurlijk nadeel. We hebben dus niet gebeld van tevoren dat we komen. Dat is ook het leukste. Dan heb ik net al wel van iemand begrepen onderweg dat ze wellicht in de S kunnen zitten. Want er is iets te doen van het slagwerk. Oh, dat is nog iemand, denk ik. Ja, dat is wel iemand. Hallo! Goedemorgen. Goedemorgen. Greet, ik heb een mooi pakket bloemen voor je. Wat heb ik dan verdiend? Ja, we zijn All You Need Is Loose aan het opnemen. Ja. Ik weet niet of je er iets van gehoord hebt. Kom een klein beetje dichterbij. En er is iemand die vindt dat Greet en Harry een bosje bloemen verdiend hebben. Nou, zo voor geweldig. De kerst. Ja. Nou. Enig idee? Nee. Nee? Nee. Het is één briefschrijfster. En ik ben net al bij de buren geweest. Ik heb ook een bosje bloemen aangeboden namens diegene. Dus deze is voor jullie. Ik heb het overhandigd. Geweldig. Ik heb hier de brief in mijn handen. Ik heb hem net ook voorgelezen. Laat ik hem even nog een keer voorlezen. Graag zie ik mijn buren, Greet en Harry van Grinsven en Sjaan en Karen van der Zanden in aanmerking komen voor een bloemetje. Dan weet je het al, hè? Ja, dan weet ik dat. Ze staan al 5 jaar voor ons klaar. En als we niet thuis zijn, nemen ze de pakketjes aan. En dit gebeurt vaak omdat we een eigen zaak hebben. Als een bloemetje brengt, dan graag naar allebei de families. Want Maya kon niet kiezen. Nou, geweldig. Dus bij deze van de buren aan die kant. En een bloemetje voor de kerst voor jullie. Voor allebei. Geweldig, geweldig. Ja? Ja. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Hele fijne kerstdagen namens ons. Dankjewel. Namens jullie ook allemaal. Met je buur Harry aan die kant en Christ en namens mij. En fijne jaarwisseling alvast. Ja? Hetzelfde. Oké, dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Fijne zondag nog. Doei doei. Het is geweldig. Nou. Kijk Harry, we zijn op de Romeinse Merk. En nummer 1B. 1B. Dit is A, dus dit B zijn. Eens kijken of er iemand thuis is. Hè? Ja, dat zullen we wel eens even doen. Hè? Nou. Zo, beste kijkers, op de Romeinse Merk. Ook 2 bos bloemen op de Romeinse Merk. Door iemand ingestuurd die anoniem wil blijven. Ja, dat kan natuurlijk ook. En we zullen eens kijken of er iemand is. Op nummer 1B moeten we zijn. En even kijken op nummer 18. Dan gaan we eerst naar 1B. Zo, bij de familie Kastelein. Hoop dat iemand thuis is. Ik heb een briefje gekregen van iemand wel uit S. Maar die wil graag anoniem blijven. Geen probleem. En er is iemand. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik bij de familie Kastelein? Nog steeds. Ja. Geweldig. Meneer Piet Kastelein. Daar ben ik. Ik heb een bosje bloemen voor u. Waar hebben we van? Waar komt dat van? Wij zijn een programma aan het maken All You Need Is Loose van de lokale omroep S. Ik weet niet of jullie er iets van gehoord hebben. Ja. We zijn vandaag aan het opnemen. Er is iemand in uw omgeving die vindt dat u een bosje bloemen heeft verdiend. Oh. Ja. Daar hebben we een brief van gekregen of een mailtje van gekregen. Kom verder binnen. Zal ik hem even voorlezen? U mag verder binnenkomen. Ja? Ja. Nou, dan gaan we even binnen staan. Dat is prima. Nou, ik luister. Nou, ja, we hebben een hele mooie brief gekregen, of een brief gekregen van iemand uit S, dat kan ik wel zeggen. Maar van wie het afkomt mag ik eigenlijk niet zeggen, want we willen liever dat het anoniem blijft. Oh. Maar goed, misschien als ik het voorlees, dat je het heeft van nou. Met het 10-jarig bestaan van de gemeente Haren is er voor de ouderen het initiatief genomen om een wandeling uit te zetten. Dat was goed bevallen en men is hiermee doorgegaan. Ja.
Iedere donderdag is het om de beurt in de kern, in iedere kern. Hierbij hebben enkele vrijwilligers ze ingezet en zij vinden dat ze wel in het zonnetje gezet mogen worden. Dus uit iedere kern van de gemeente is iemand die zich daarvoor inzet. En wij als Loes zijnde hebben besloten om de twee mensen die dat in S doen, om die in het zonnetje te zetten. En dat is onder andere meneer Kerstijn. Geniet van de bloemen. Succes met alles nog wat u als vrijwilliger doet voor heel de gemeente Haren, zou ik zeggen. En dan gaan wij weer verder. We gaan er weer door. Ja? Okay, fijne kerstdagen en een fijne jaar alvast. Wij gaan verder. Dan mee. Tot ziens. Hallo. Nou, ik hoop dat er hier iemand thuis is. Minnie van der Horst. Ik krijg ook een bos bloemen voor de inzet voor het uitzetten van de wandeling op donderdag. Hallo. Goeiedag, ik kom een mooi bouquet bloemen brengen. Zomaar. Wij zijn een programma aan het maken, All You Need Is Loes. Ja. Ik weet er iets van gehoord hebt. Ja. Ja. Er is iemand in jullie omgeving die een bosje bloemen graag dat ik wil overhandigen aan jullie. En ik heb een briefje gekregen, dat kan ik even voorlezen. Alsjeblieft. Het is, we zijn net op de Romeinsberg aan die kant geweest. Het is van dezelfde briefschrijfster, dus twee bosbloemen van één briefschrijfster. Ik zal het even voorlezen. Ja, dat doen we. Met het 10-jarig bestaan van de gemeente Haren is er voor de ouderen het initiatief genomen om een wandeling uit te zetten. Oh ja, ik weet het al. Dat was goed bevallen en men is hiermee doorgegaan. Iedere donderdag is het om de beurt in iedere kern. Hierbij hebben enkele vrijwilligers ze ingezet en zij vinden dat ze wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. Nou, dus heel erg dank voor het uitzetten van de routes voor de wandeling op donderdag. Dat was gewoon heel leuk om te doen. Ja. Dat vind ik leuk. Nou, het wordt gewaardeerd. Ja. Dus met een bosje bloemen via dit programma. En de briefschrijver hoopt dat het gewoon nog lang door kan gaan. Dat hoop ik ook. Goed zo. Geniet van... Zolang we nog fit blijven. Toch? Hè? Ja, ik vind dat is een goed initiatief. En mensen vinden het leuk. Nou. Fijn. Ja? Hartstikke geniet bedankt. Van de bloemen, hele fijne zondag nog en alvast fijne kerstdagen. Ja, en jullie ook bedankt. Oké, dankjewel hè. Hallo. Zo, dit was Jan van Bloemen. En Harry, waar gaan we nou naartoe? Dat weet ik niet. Dan moeten we even een lijstje even afleggen. Want, kijken, want we hebben 12 adressen te gaan. Dus dat weet ik allemaal niet op hè? Nee. We gaan verder. Ze hebben papier en balpen. Daarom hè, dat vind ik ook. Zonder zeker op de lijst kijken. Is goed.